Goedemorgen. Het is maandagochtend 15 mei. Ik heb gisteravond al een stukje gedaan. Dus ik heb hier vannacht gestaan. In Zwinderen staan we net voor Emmen. We zijn onderweg naar Odense in Denemarken. Dus ik denk vandaag lekker op mijn gemakje die kant op. Staan we vanavond bij de klant. Voor de deur. Vanaf Alblasserdam hou je dat net niet. Dus dat vandaag ik al een stukje gedaan heb. Gisteren autootje een beetje gewassen nog. Wat te fijn. Schone auto. Dus dan gaan we dit reisje maar weer eens even filmen. Het is alweer even geleden, dus wordt even leuk, hè? Voordeel van een glimmende auto. Gewoon als spiegel gebruiken. Zo, tandjes gepoetst, haartjes in de krul. Mooi weer een rondje rond de auto. Tankdop er nog goed op. Bandjes. Uiteraard. Even kijken of alles nog glimt. Ja. Nou, alles conform. Binnenkantje netjes. Kijk, alles conform. Nou, dan kennen we er tegenaan, hè? Knooppunt Holsloot bij Emmen. Zoals ik al zei, we zijn onderweg naar Odense, Denemarken. We gaan morgenochtend vroeg lossen. En dan gaan we in Kolding spoelen. Dus dat ga ik ook een beetje filmen. Er waren ook mensen die vroegen van joh, laat de spoelen eens een keer zien. Dus dat gaan we dan morgen ook eens even laten zien. En dan gaan we in Abera weer laden. Weer voor Nederland. Ja, wel een leuk rondje. En Denemarken is altijd goed natuurlijk. Grensovergang Zwarte Meer. Tot ziens in Drenthe. Hier gaan we Duitsland in, richting Hazelunie. Inmiddels op de 213 tussen Hazelune en Kloppenburg. Kloppenburg. Ga je nu de A1 op richting Bremen.
zitten nu net voor Bremen. Maar er staat 50 minuten vertraging richting Hamburg. Dus ik ga er zo hier even af. Dan even door de stad Bremen heen. Zal waarschijnlijk ook druk wezen, maar ja, 50 minuten vind ik nog wel een beetje de moeite om, om eens even om te rijden. Ik weet, er zal weer wat gebeurd wezen, of weer werkzaamheden. Dat is altijd wat natuurlijk. Het is 10:55, dus. Nou, dan gaan we hier de 28 even op. Dan gaan we zo door de stad heen. Maar er zijn er meer met het idee. Ja, 7 minuten vertraging, dat is beter dan 50. Zo, draaien we hier de A1 weer op. Mooi de file omzeil door Bremen Centrum heen. Even 6 minuten vertraging gehad, maar beter dan 50. Dus kennen we zo weer de weg vervolgen richting Hamburg. Zo, gaan we zo maar een parkingje zoeken. Maar even pauze maken. Gaan we even 3 kwartier maken. En dan moet ik dadelijk nog een keer ergens boven Hamburg nog een keer even stoppen. Want er is een truckspotter die wil graag even foto's maken. Dus ja. Dus ja, dat is de jeugd, hè. Dan moeten we even in ere houden. Dus die jongen die staat al helemaal klaar. Ik ben er wel pas over 2 uur, maar hij staat al klaar om foto's te maken. Dus ja, dat is wel even leuk, hè. Altijd goed. Nou, hier maar even eraf. Van Bokwor scoren. Lekker hoor. Nou, ik heb nu 3 uur en 3 kwartier gereden. En dus binnen 3 kwartier om Hamburg voorbij te komen. Dit is de laatste pomp mogelijkheid, zeg maar, eetgelegenheid om voor Hamburg. Dus ja, ik ken er wel voorbij, maar ja, dan staan we op een of andere park. Kijk, en hier zo op plek zat. Toch in Duitsland zijn, dan lekker even een lekker bokworstje. Daar hebben we tenslotte pauze voor. Zo, bokworstje weer op. Kennen we er weer tegenaan. Draai hier zo de 7 op. Naar Hamburg, zo richting Flensburg. Dus gaan we zo de Elbe-tunnel door. Eens kijken of dat een beetje vlekkeloos loopt. Elbe-tunnel bij Hamburg. Nou, dat loopt hartstikke goed. Door de werkzaamheden heen, dus prima goed. Hier even af, omdat die oude truckspotter hier ergens op de parking staat. Dus ik ga even een paar fotootjes maken, die jongen. Oh ja, daar staat hij aan de overkant, aan de andere kant van de vangrails. Kijk, dan sla ik al bezig met foto's maken.
te goed opgezet. Truckspotter, hè? Zo, we rijden weer inmiddels. Dat was wel even leuk. De jongen heeft mooie foto's gemaakt, dus ik krijg daar weer doorgestuurd. Altijd goed, hè? Ja. Nog glimmende auto. Net zonde, hè? Eén klein regenbuitje. Nog 14 kilometer naar de Deense grens. Het is ongezellig weer. Nou, dat is de grens. Oplichtje. Dat Mark. Welkom in Denemarken. We zijn even geleden dat we geweest zijn. Nou, zullen we er hier even afgaan naar Padborg. Even naar de nostalgie gaan kijken hier. Was Padborg weer. Hier rechtsaf. De E45 op richting Kolding. De kilometer vol Kolding. Het vol Kolding hier. Zie je naar rechts, ga je naar Esberg. Houden we hier zo rechts aan, richting Odense. Hier de brug over naar het eiland Finn, waar Odense op ligt.
En weer aan de andere kant van de brug. Ter hoogte van Middelvaart. Het is de Deense avondspits. Het is half zes. Kijk eens hoe druk. Genieten dit. Deense Zuidoost. Eraf. Nou, we staan bij de klant voor de deur. Morgenochtend 7 uur kunnen we naar binnen. Dus. Het is nu 7:15, maandagavond. We hebben mooi de 11 uurtjes er weer tussen staan. Dus ik zou zeggen, welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Dinsdag. 16 mei, 6:45, het hek is al open. Net al een vrouwtje gesproken, ze zeggen rij maar helemaal rond naar achteren toe. Daar moet je lossen met de tankwagen. Ja, we dat maar even doen, hè. Moet hier met de compressor lossen. Ik heb mijn compressorslang ertussen. Ik heb een compressor onder de auto. Dan bouwt hij druk op in de tank. Dan moeten alle deksels dicht blijven. En dit is de losslang. Die gaat hier achter weer aan. En dan gaat zo op druk de fabriek in. Dus dan gaan we even de compressor aanzetten en dan bij 1 bar mag die open. En dan, het is maar 18 ton. Dus, goede 20 minuten is die leeg, denk ik. En dan kunnen we weer verder. Nu bouwt hij druk op. Dat kunnen we hier zien op de meter. Dan op 1 bar staat. Zoals je hoort is de compressor lekker bezig. Nou, dat hoort er even bij. Ja, en dan blaas je hem zo leeg, zeg maar. Dan gaan we naar IAT in Kolding. Gaan we daar spoelen. Dus dat is 81 kilometer hier vandaan. Ja, joh.
1200 meter houden links aan, weer richting Flensburg. Zo, we zijn weer bij IAT in Kolding. Hier erop. Om even spoelen. Zo, we mogen al spoelen, joh. Dat valt niet helemaal tegen. Kijk, die man is al helemaal klaar daar zo in de hal. Zo, bovenop doen ze de tollen erin. Kijk, hij kijkt even. De tollen erin. En dan komt er dadelijk hier alle spoelwater uit. En dan is hij weer schoon. Koppen erin hangen. Dan wordt het zo, kijk, zie je, zo hangt hij erin. Die doen op heel veel barren ronddraaien. Heel veel barren ronddraaien en dan wordt het schoon. Dat is de bedoeling. Ga je maar drie koppen hangen. En ik heb 5 deksels. Dus dan moet hij even omgooien. Dan doet hij eerst even de 3 gaten en dan hangt hij ze om. En dan kennen de andere gaten schoon. Nu zijn de tollen aan het ronddraaien. En dan komt hier het spoelwater uit. Zo wordt hij lekker schoon. Dus nu heb je hem omgehangen naar het achterste gat. En daarvoor heb je hem ook omgehangen naar het tweede gat. Ja, een beetje shampoo erdoor op hoge druk en warm water. Dan is hij dadelijk brandschoon. Dan kunnen we weer retour laten. Even droog blazen. Dat alle warme lucht eruit is. Kijk. In het andere gat. Hier komt de stoom uit het uitloop. En blazen droog. Zo, nou, we zijn gespoeld. Dus dan gaan we even controleren of die goed gedaan is. Nou, deze deksel even kijken. Kijk, dat zijn de slingerschotten. Nou, hij is prachtig. Dat hebben ze goed gedaan. Dus dan gaan we ze even dichtmaken en eentje open houden om te laden. En omdat hij gespoeld is,
krijg je een reinigingscertificaat. En die geef ik dan dadelijk weer af bij het laden. En dan weet die man dat die schoon is. We're op weg naar Abera. Daar bij een fabriekje laden. Maar ja, daar ga ik niet filmen, want dat zijn een beetje chemicaliënfabriekjes. Dus dat wordt niet zo op prijs gesteld als ik dat ga zitten filmen, zeg maar. Richting Flensborg. Abera, dat ligt net voor Padborg. Richting Duitsland. En nou in Abera. De fabriekje zit in de haven. Een beetje door Abera zelf heen. Richting het haventje. Aan de linkerkant. Zo, de kar weer vol. Dan gaan we richting Rotterdam. Morgenochtend los. Ik heb er mooi heen. Ik heb vandaag 2 uur en een kwartiertje gereden, dus ik kan nog dik 7,5 uur doen. Ah, dan komen we al heel eind. Helaas gaan wij weer richting Duitsland. Hier naar rechts gaan we naar Kolding. Vandaan kwamen. Gaan we hier rechtsaf richting Padborg. Nou, bijna weer aan Padborg aan de grens. Is het avontuur weer voorbij? Gaan we weer Duitsland in. Jammer. De grensovergang Hellunt. We zijn nu weer in Duitsland. Dat is de brug bij Rendsburg. Over het kanaallijn. Ik ga er zo hier af, Neumünster Süd. Aangezien ik gevaarlijke stoffen geladen heb. En je mag niet door de Elbe-tunnel bij Hamburg. Dus als we rechtdoor zouden gaan, dan kom je door de Elbe-tunnel heen. Maar dat mag ik niet. Er is wel een ADR-route dwars door de stad heen van Hamburg. Maar ja, dus op dit tijdstip ook niks. Het is nou al tegen 3 uur, dus voordat je een keer bij Hamburg bent, is 4 uur. Dus dan ga ik er hier af en dan ga ik over Bad Segeberg. En dan kom ik zo via de andere kant van Hamburg. Zo om de stad heen. Kijk zo op Bremaan. Kijk, staat hier al aangegeven, Bad Segeberg. Dus dan gaan we even zo, hè. Normaal gesproken zonder ADR ook wel gewoon rechtdoor. Dan kun je gewoon door de tunnel heen natuurlijk. Ik zat net al op Google Maps te kijken en dat was ook al helemaal donkerrood.
Dus dit is wel ietsje om hoor. Maar ja, goed. Het is niet anders. Draaien over 10 kilometer, draaien we de A1 weer op. Dus dan ben ik even overgestoken van de A7 naar de A1. Dan draaien we de A1 of zo weer richting Hamburg. Hopen dat het daar niet al te druk is. Maar ja, ik kom wel precies in de spitstijd aan. Maar goed, we gaan het zien. Ga hier weer de A1 op. Toch nog een klein beetje Villebomburg hier zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. De file is weer voorbij. Inmiddels weer daarvoor zitten ze. Gaan we zomaar even eten, denk ik, aan Elsdorf. Want, bij Wildershuis is de weg dicht. Dus hopelijk is het als ik even een uurtje eet en doucht, dan dat de weg weer vrij is. Dan kunnen we zo weer doorhobbelen vanavond. Een beetje aan de vroege kant, het is 5 uur. Maar goed. Even eten en douchen. Dan kennen we dadelijk mooi Bremen en Wildershuizen voorbij, joh. Dan zonder files. Zo, nou, laat ik even weten. Rosie Elsdorf. Nou, ik heb gedoucht, maar het restaurant was gewoon dicht. Dus er wordt vanavond zonder eten naar bed, denk ik. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dat noemt zich dan Houthof. Oh, die man die blijft staan. Dus, geen aanrader hier zo. Zo, we zijn weer in Nederland. We zitten weer aan grensovergang Zwarte Meer. Dus ik rijd nu nog naar de wijk, naar de raket. En dan gaan we daar nog een hapje eten, omdat dat er net niet gelukt is. Dus dan doen we daar nog een hapje eten en lekker slapen. Dus nog een goed half uurtje nog. Dus kom mooi uit zo. Goedemorgen, het is woensdag 17 mei. We hebben hier staan slapen bij de wijk, bij de raket. Alleen bij de raket zelf was gisteravond geen plek meer. Dus ik heb iets verder op het industrierandje gestaan. Toen heeft teruggelopen naar het restaurant, dus ik heb nog wat gegeten. Dus ja, nou, dat is de laatste etappe naar Rotterdam toe. Dus dat. En daar kun je toch niet meer filmen. En Nederland kennen jullie inmiddels wel. Om dat nou nog te filmen, dat is ook weer zo wat. Dus nou ja, in ieder geval bedankt voor het kijken en ja, tot de volgende rit.